Dion de Kievit uit Eindhoven is een verwoed gamer. Zijn grote droom? In de game-industrie werken. Hij is creatief, maar hij heeft ook een vorm van autisme. Voor hemzelf is dat geen probleem. Ik bedoel, ik ben blij dat ik het heb. Je bent blij dat je het hebt? Ja. Ik zeg gewoon heel simpel van, als ik het niet zou hebben, dan zou ik niet kunnen doen wat ik doe. En dat is bijvoorbeeld dit soort tekeningen maken. Tekeningen waarmee hij naar de mbo-opleiding Sint-Lucas in Eindhoven ging. En daar waren ze aanvankelijk enthousiast. De testresultaten die Dion op die school heeft uitgevoerd, die waren van een klinkende soort. En daar stond in letterlijk van een hoge kans op het positief behalen van een eindresultaat voor die opleiding. Hij heeft talent. Hij stikt van talent, ja. Toch werd hij uiteindelijk door de school afgewezen. Tot grote teleurstelling van Dion. Ik wil graag naar die opleiding en ik wil het werk gaan doen wat ik wil gaan doen. En in deze maatschappij, als je geen certificaat hebt, als je geen stukje papier hebt, dan kom je niet. Dion voelt aan alles dat hij om zijn autisme is afgewezen. Maar de school heeft dat nooit gezegd. Nee, uiteraard niet. Want kijk, op het moment dat scholen dat op papier zouden zetten, dan zijn ze in conflict met de wet. Want dan kun je ook naar de klachtencommissie van de scholen, naar de onderwijsinspectie of zelfs naar de commissie voor de mensenrechten. En dan win je altijd. Dus dat weten scholen verdraaid goed. Er hebben zich nu veel meer mensen gemeld die net zoiets meegemaakt hebben als Dion. En daarom denken ze bij het meldpunt dat het heel vaak voorkomt dat jongeren waar iets mee is, geweigerd worden door een school. Ik denk echt dat we inderdaad spreken over het topje van de ijsberg. En dat is buitengewoon verontrustend. Voor Dion lijkt het voorlopig te blijven bij dit VMBO-diploma. Ik ga maandag gewoon lekker werken. Dus mij echt totaal niks uit. Maar ondertussen blijft de game-industrie trekken. Ja, dat is gewoon mijn droom. Bij Sint-Lucas in Eindhoven wilden ze vandaag geen reactie geven.